Donderdag ging het vierde seizoen wel sterk door sterartiest van start. Een van de 10 kandidaten die haar kans waagt, is actrice Hilde de Baardemaker. Hilde heeft niet meteen veel zangervaring. Oh, het was super fijn. Het was echt fijn. Ik vond het een hele leuke show en een super ervaring. Echt wel. Nerveus was je? Toch wel nerveus. Tamelijk nerveus, ja. Maar ja, het is live, hè. Dus ik denk, het zou raar zijn misschien niet nerveus zijn. Hilde koos voor haar eerste optreden voor de klassieker Bang Bang. Ja, ik vind dat ook zelf een heerlijk nummer. En ik ben heel blij dat ik dat eens zelf mag zingen. Iets verlaagd voor mijn stem. Sorry Nancy, maar ja, ik vind het wel een heel mooi nummer. Zeg, vertel eens iets over jouw goede doel. Ik zamel de centjes in voor het Nicolasfonds. Dat is een goed doel, gekoppeld aan de neonatale afdeling van het UZ in Leuven. Dat is dus voor de te vroeg geboren kindjes en hun familie en gezinnen te ondersteunen. Tamelijk belangrijk. Die doen heel goed werk. Mijn tweeling is ooit, 7 jaar geleden, 10 weken te vroeg geboren. En ik weet als geen ander hoe werk dat ze doen bij Nicolasfonds. Dus ja, dankbaarheid eigenlijk voor hun, dat ik voor hen zing. Hilde zingt graag, maar op een podium zingen, dat doet ze niet zo vaak. Live, absoluut eerste keer. Zingen, yeah. Ik heb vorig jaar voor het goede doel een keer gezongen, maar dat zit eigenlijk. Geleden van kindertijd, musical, als ik 8 jaar was, 11. 8 tot 11, dus ja, lang geleden.